Stichting Meer voor Mekaar koppelt ouderen uit de gemeente Druten aan jongeren die hen kunnen helpen met klusjes in en om hun huis. Odette van der Donk van Meer voor Mekaar legt uit dat het om van alles kan gaan. Ik heb bijvoorbeeld studenten die graag iets in huis willen doen bij mensen, iets op willen hangen en dergelijke. Sommigen willen een boodschapje doen. Anderen zijn we heel handig met de mobiel, dus die willen helpen met, met de mobiel of de iPad. We hebben ook mensen die zich eenzaam voelen. Dus er zijn ook wat studenten die zich daarvoor hebben aangemeld voor gezellig een gezellig praatje. Voor die hulp krijgen de studenten het symbolische bedrag van 2,50 euro. Hiermee krijgt de term heitje voor een karweitje een nieuwe invulling. De naam van het project is dan ook een knaak voor een taak. Het koppelen van de jongeren aan de ouderen is eigenlijk heel simpel. Ik luister eerst naar de vraag van de, van de bewoner uit de gemeente Druten. Kijk wat de hulpvraag is. Dan heb ik een hele lijst van studenten. ...en kijken welke match ze kan maken, wie zich heeft aangemeld voor dat project. Het salaris van 250 wordt verdubbeld door Van Kraaij Educatie... ...dat normale jongeren betaalt voor het geven van bijles. Sam Tesser is de eerste student die haar contract heeft ondertekend voor het project. Ze hoopt dat meer jongeren haar voorbeeld volgen. Ik zou het aanraden aan mijn vrienden en vriendinnen. Het kan toch echt wel wat betekenen voor oudere mensen. Zeker als ze zich een beetje eenzaam voelen om een klein klusje uit te leggen... wat wij bijvoorbeeld met die iPhones, wij kunnen daar natuurlijk heel goed mee omgaan... En om dat te leren aan andere mensen vind ik best wel dankbaar.